keer, zoals ik al zei, best goed. Het tij van alleen maar ellende is gekeerd. Maar dan is naar mijn mening te veel onrust die met heel veel inzet moet worden beteugeld. En het consumentenvuurwerk is niet meer het vuurwerk van vroeger. Het is zwaarder, het is gevaarlijker en het is vaak illegaal. En mijn vraag zou zijn, gaan we daar nu als Nederlanders eindelijk echt iets aan doen? Aan de Raad schreef ik vorig jaar al dat het tijd wordt dat we die, naar mijn mening, ontspoorde traditie nu moeten gaan ombuigen. En dat betekent dat het nieuwe stadsbestuur in de nieuwe raadsperiode de bestrijding van de werkloosheid eigenlijk superhoog op de agenda moet zetten. Het stadsbestuur van Den Haag heeft in de afgelopen jaren wat dat betreft veel gepresteerd, vooral door te investeren op allerlei fronten in de stad. Werk, werk, werk moet het thema zijn en het thema blijven. Voor jongeren aan het werken in de stad, in onze stad, in de wijken en in de straat. In maart zal in Den Haag de Nuclear Security Summit plaatsvinden, de grootste internationale bijeenkomst in Den Haag sinds 1907. En dat kan de stad heel goed aan. We zullen de stad, en ik hoop dat u daar allemaal aan wilt meewerken, op haar mooist laten zien. Net als stadgenoten dat het geval was op 30 november van het afgelopen jaar. Op het strand van Scheveningen en de start van de viering van 200 jaar Koninkrijk. Dat leverde echt wonderschone beelden op en die ontbraken in geen jaaroverzicht over het jaar 2013. Laten we nog één keer zien hoe dat die mooie show op het strand van Scheveningen tot stand kwam. Er moet er wat gebeuren. Het zal even uit de weg. Het naspelen van de aankomst van Willem 1 doe je natuurlijk niet zomaar. Onder leiding van regisseur Aus Grijdanus werden de honderden vrijwilligers voorbereid die meededen aan het hele spektakel. En die moesten allemaal de juiste kleding en de juiste instructies krijgen. En dat was nog een hele klus. Dit is het strand. We hebben daar heel grof een indeling gemaakt in het strand. Het is een meter of 400. En wat er gebeurt is, hier buiten ligt het schip. En van daaruit komen uiteindelijk de roeiboten van achterlangs richting het strand. Ik stel me voor dat hier een kampvuur is met kozakken. Er zal Franse ruiterij zijn die hier charges uitvoeren als oefening. Het is een beetje zoals panorama mestdag. Als je daar 360 graden om je heen kijkt, dan zie je ook van alles wat daar op dat strand gebeurt. Degene die er het eerste is op de locatie, die blijft daar. Dus jullie zitten ten opzichte van de paal een beetje aan deze kant. Ja? Even kijken, als jullie ook even hierheen komen, van deze locatie gaan we nu naar de locaties waar jullie gaan vechten. Ik vind het heel leuk, ja, ik vind het heel leuk. De regisseur doet het heel erg leuk allemaal, ik vind dat geweldig. Ja. Wat ze allemaal doen. Mag ik even vragen? Hé! Hey! 1 seconde! Mooi! Hoewel! 30 november was natuurlijk een hele happening voor de inwoners van Scheveningen. Ze waren er al weken van tevoren mee bezig. En om alle puntjes op de i te zetten was er natuurlijk de generale repetitie. Alles werd nog één keer doorgenomen. Hoe gaat het tot nu toe? Tot nu toe gaat het goed, maar we zijn hier al vanaf 8 uur. Het is nu 12 uur. Al wekenlang staat het bol van enthousiasme hier op Scheveningen, moet ik zeggen. En iedereen leeft ontzettend mee. Het is natuurlijk echt een Scheveningse traditie. En één keer in de 25 jaar gaat dat gebeuren, dus dat moet goed komen. Hebben ze goed naar je geluisterd, Aus? Ja, fantastisch. Natuurlijk vanmorgen al. En nu de generalen.
We moeten natuurlijk wachten als die andere 300 er ook bij zijn en als ze in kostuum zijn. Ik ben zo trots op die Scheveningers en wat die mensen allemaal doen. En ook hun enthousiasme. Dat is ongelooflijk. Dus het is een feest om daar leiding aan te geven. En dat hele gedeelte gaat eigenlijk vanzelf. En toen was het eindelijk zover. Die belangrijke datum 30 november was aangebroken. Het naspelen van de aankomst van Willem I kon beginnen. We gingen 200 jaar terug in de tijd naar het begin van ons koninkrijk. Het leek alsof het weer 1813 was. Ik kom van hoger hand u aanzeggen dat de Fransen ons land aan het verlaten zijn. En overal in het land het oranje boven wie wordt gehoord. De prins staat op het punt om hier op Scheveningen weer voet op Nederlands bodem te zetten. Het provisioneel bewind in Schravenhagen heeft mij toestemming gegeven dit heugelijke nieuws thans aan u te verkondigen. Vanaf heden mag vrijelijk en in het openbaar het oranje weer gedragen worden. Tot en met de mooie kozakken. Maar één ervan wil ik vanavond in het stoplicht zetten en dat is Aus Gerdanus, de regisseur. Nou, waar is hij dan? Dat weten we allemaal, de artistiek leider van de toneelgroep De Appel. Ga even hier staan. Dat kan ook makkelijk. Met dat gezelschap heeft hij enorme successen geboekt in onze stad. Zijn theatermarathons trokken ongelooflijk veel bezoekers. Nog nooit, Aus, heb je zo'n immens toneel tot je beschikking gehad als wat je invulde op 30 november jongstleden. Ik weet niet of je op momenten misschien een beetje spijt hebt gehad van die spontane toezegging aan de Scheveningers om een handje, zoals het begon, te helpen. Bij die mooie Scheveningse traditie. Want het was uiteindelijk een veel grotere klus dan je ooit had kunnen bedenken. En inmiddels had je natuurlijk ook nog de première, de voorbereidingen voor Casanova. Je hebt wonderen verricht, dat hebben we zojuist ook weer kunnen zien. Het grootste wonder misschien was dat je de harten van de Scheveningers, en ze zijn niet altijd zo toeschietelijk, maar die heb je geheel gewonnen. Wij hebben met z'n allen, de koning en de koningin in kluis, enorm genoten van het schouwspel. We zijn daar als een succes mee. Aus! Eens in het jaar mag ik namens het gemeentebestuur de Haagse pluim uit inzet voor de cultuur in Den Haag in totaliteit.
en de regie van de landing van de Prins van Oranje op Scheveningen, heb je Den Haag en Scheveningen op onnavolgbare wijze op de kaart gezet. Wij, stad, Scheveningers, alle Hagenaars, zijn je daar diep dankbaar voor. En het is me een eer in de pluim, de Haagse pluim 2014, te mogen uitreiken. Boven de 800 geëindigd. En ik vond dat iedereen die mee wilde doen ook mee moest doen. Ik heb ook gezegd, en ik heb ook aan mijn woord gehouden, dat het een Scheveningsfeestje is. Iedereen mag komen kijken in binnen- en buitenland. Maar over onze schouders, en dat zijn wel de schouders van de Scheveningers in dit geval, één keer in de 25 jaar. Ik zou het liefste één keer in het jaar doen. Daar gaan we nog aan werken. Dus hou de kostuums maar bij elkaar. Een ontzettende eer en ik draag hem echt op aan al die mensen die zo ontzettend hard achter de schermen en op... ik ga dat zelf maken, dat is helemaal geen probleem. Die pluim die is voor eeuwig, die is ook niet verwoestbaar, dat zult u zien. De gemeente is hier ook voor verzekerd, dus dat is allemaal een begrip. Thank you.
I am the only one.
Yeah.